Hallo, welkom bij NL Magazine Going to the Movies. Ik ben Maurice. En ik ben Patrick. En vandaag gaan we het hebben over Fast to the Fur nee, Fast Fast and to the the Furious Furious 8. Ja, 8. natuurlijk. Daarvan hak ik hem op. Ja. Wat een over de... Ik heb nog nooit zo'n film gezien die zo over de top was als de Fast and the Furious 8, zeg. Maar Wat was die over de top? Wat een actie. wel leuk, echt Ja, we op hebben wel goede manier. genoten. Ja. Het was, kijk, het was natuurlijk totaal over de top, is, zeg, maar niet vervelend over de top. Nee, maar je moet vooral ook niet nadenken als je naar die film Nee. kijkt. Je moet niet denken... Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal Nee. niet. Want dan zit je de hele tijd... Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Nee, heel simpel. Wat een film, joh. Al die auto's worden echt eenmaal verrot Ja, geschoten. Normaal ja. ben je gewoon hartstikke Ja, dood. maar het is ook logisch, hè? Want het rijden met een mooie auto, dat hebben ze in nummer 1 gedaan. En Ja. daarna moest het spectaculairder. Ja. Maar het gaat nu tot... Het gaat, die berg gaat nu zo hoog, zal ik maar zeggen. Het moet nu zo spectaculair, blijkbaar. Ze hebben alles Ja. al een beetje gehad, natuurlijk. Hoe Ja. op manier kun je een auto kapot maken? Ja. Het verrast me steeds weer... Dat ze toch weer een nieuwe manier bedenken Ja. om nog meer auto's naar de cloud te Ik halen. hoorde van iemand die zei, ja, ze willen tot en met deel 12 gaan. Zo. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan Nou, doen. dan is Nou, nog een hoop doen te zo doen. meteen, deze doen we wel even natuurlijk eerst zonder spoilers en dan met spoilers. Maar zo Ja. meteen na, dus, dat als we met de spoilers begonnen zijn, dan zal ik even daarop verder op ingaan. Maar Klopt. wat ik nu wel leuk vond, ik heb nog even heel snel wat oude afleveringen bekeken. En Ik ook. er zit toch een rode lijn in het verhaal. Dus wat er aan verhaal is, Het er aan verhaal is, ja. ja, maar het is wel leuk. Dus dat zie je er wel in Ja. zitten. Ik moet nu al zeggen, nu ik hem gekeken heb, het is nog geen half uur later. Maar ik weet het verhaal weet ik nu al echt niet meer zo goed meer. Zal maar zeggen. Zoveel actie! Ja. Zoveel zin van actie! Nou, wat wel natuurlijk interessant is, natuurlijk Paul Walker is er nu meer bij. Dus die heet Brian in de Brian in de personage. movies, ja. Maar daar hebben ze dus En een. toch komt Brian nog wel terug. Ja. Ja. Maar wat wel leuk is, dat is nog niet echt een spoiler. Er is een andere figuur voor je teruggekomen. Jij gaat alles hier verpesten voor die mensen. Nee, Ik zeg echt alleen niet. maar van. Nee, Nou. dat is niet over. Nee, er is een andere figuur teruggekomen die een beetje Ja. zijn rol in overneemt. Ja. En dan gaan we zo na de spoilers gaan we dan verder in. Ja. Nou ja, we kunnen wel zeggen wie het is. Ik Ja, zal zijn naam noemen. die. Scott Eastwood. Ja, Scott Eastwood Scott toch? Ja. Eastwood. Zoon van Clint Dus, Eastwood. ja. Hij speelt trouwens niet Brian hoor, dat wil ik wel Nee, zeggen. nee. Dus het is een nieuw personage. Nieuw personage. Dus dat is wel leuk dat ze dat hebben gedaan. Klopt. En ik vond, ja, kijk, het is lullig Maar ja, voor nieuw Paul. personage. Je kan ook Ja. zeggen, er is nog een nieuw personage bij. Kijk, die zat wel in de vorige ook, dat nieuwe personage. Maar die is nu opeens part of the team. Nou, dat hebben jullie in de trailers al gezien natuurlijk. Dat Ja, dat Jason mag ik zeggen. Statham Ja, dit is wel, ja. al part of the team nu is. Ja, dat is Ja, duidelijk. dus het team is behoorlijk uitgebreid. Wat heel apart is, want in het vorige deel vermoordt hij namelijk een van de teamleden. Dus die Chine of Japaner, moet ik zeggen. Ja. Die gaat door, volgens mij, een bomaanslag of zoiets, gaat hij dood. Ja, vond dat maar snel een vaag gaan, dat Ja, stukje. dat In ging heel snel op 7. toe. Ja, dat was Van een. wie is dood, dacht ik. Ja. Han. Ik denk, wanneer heb ik dat gezien dan? Nee, dat is ook niet. Dat kwam alleen maar dat hij dood is, Ja, maar begraven die is. hebben En het dan in krijgt. beeld helemaal niet gezien dat hij dan vermoord werd. Nee, dus misschien wie weet komt hij ook weer terug. Dat zal niks verbazen. Dat kan ook. Met deze film komt iedereen weer terug. Dat is een Klopt. soort. Oké, cijfer. Cijfer. Een 7. Ik geef hem 7,5. Dat Omdat ik mag. gewoon omdat ik. Ik verwacht niks aan het verhaal, maar gewoon omdat ik heb gewoon lol gehad. Ja, ik heb ook lol Ja, gehad. ja. Daarom krijgt hij 7. Ja. Ja. Oké, nou Super dan actie. gaan we nu even aftellen voor de spoilers. Gaan we, Maurice. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Spoilers. spoilers. Nou, wat ik heel leuk vind, wat ik denk dat het nog leuk kan worden, is die Helen Mirren. Helen Mirren. Ja, Mirren. Ja, Helen Mirren. Ja. Dat die heel klein, op zich klein Ja, een klein rolletje. rolletje. Ja, wel leuk. Ik Maar. moest helemaal aan Red denken. Daar speelde Ja. ze ook de oude huurmoordenaar. Ja. En nu zat ze ook weer Ja, nu speelde ze de moeder, hè? de Van moeder van twee huurmoordenaars. Ja, ja, dus dat is ik denk gewoon. dat daar ook nog wel wat Ja, voor ligt. Wel erg leuk. daar kan je gewoon een nieuw verhaal in opzetten. Ja. En natuurlijk Ja. Therese, weet je ook weer? Taran. Ja, Taran. 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 Die, Ja. ja, die, die, ja, die komt, die is Die ze dit. snapt, dus Die ja, snapt. die zal ook misschien nog terugkomen. Maar ja, als ze tot 12 willen gaan, dan hebben Ja. ze nog wel wat mensen nodig om tegen te Precies. vechten, dus wat dat betreft. Het is een soort, Ja. weet je het is? Het is eigenlijk van een soort racefilm, maar een soort James Bond-achtige film Ja, wordt het. klopt. Ja. Nou Maar dan wel ja, een beetje nou over de top ja, dan. dat is ook logisch. Miss Moneypenny speelt er ook in. Ja, ja, Dus, ja, ja, ja. Moneypenny! Ja, Ja, die tuurlijk. zat het vorige keer al in, die is nu ook Ja, die bijgekomen. zit er nu ook in. Dus je ziet die cast Ja. die verandert steeds. Ja. En dan, ja, natuurlijk de kern blijft bestaan. Klopt. Kijk, dat Paul Walker niet is, dat is gewoon omdat hij ergens tegenaan reed in de Ja, dat trailers. is jammer. Ja, tuurlijk. Ja, Anders had hij er ook ja, nog in ja, gezeten. ja, ja. Voor de rest. Ja, wat nu kunnen we even over hebben, over, dus, Ja. over de, weet je, Scott Evans, Eastwood. Scott Eastwood. Ja, die wordt eigenlijk gewoon de nieuwe Brian. Klopt. Dat zie je duidelijk Dat ook. zie je duidelijk, ja. Hij is nu nog de groentje. En dan Hij is het volgende keer. groentje van Mr. Unknown. Ja, hè? Mr. Mr. No Nobody. Nobody. Mr. Nobody, ja. Kurt Russell, die daar Kurt zo'n Russell, leuke ja. rol Ik speel speelt. dat altijd leuk, Die is ja. nu moment goed bezig met in zijn carrière met allemaal van dat soort rollen te doen. Ja, nou ja, volgens mij moet hij al een beetje klaar zijn met zijn carrière, Ja, maar hij maar gaat nu nog alleen maar. hij doet Ja. die bijrolletjes nog natuurlijk. Hè? Straks is hij de vader van, hoe heet het, uit Guardians of the Galaxy 2. Ja, en hij heeft nog wat. Maar je ziet hem steeds meer Hij is lekker terugkomen. bezig, is die man. Hij is lekker Ja, en heb ook bezig. die van.
Quentin Tarantino, die Western heeft ook nog gespeeld. Klopt. Dus je ziet hem gewoon, hij pakt nu gewoon de betere rollen. Ja, maar goed, die man is ook al 10 keer binnen. Dus wat dat betreft kijkt hij ook een beetje van, wat ga ik doen? Ja. Maar hij is wel goed bezig. Nee, maar even terugkomen op de film, Fast and Furious. Ja, ik vond het gewoon een leuke film, wat je zegt, over de top. Om over de top te praten. Alle auto's in New York zijn klaarblijkelijk allemaal op afstand te besturen, zei het. Ja. Inclusief de taxis had ik het idee op een gegeven moment. Ook. Denken. Of die werden ertussen geklemd door die golf van auto's die ze op die vent barsten, op die Rus. Ja. Maar dat vond ik toch wel spectaculair allemaal. En wat je ook zei in de film, dat was ook grappig, was dat opeens die submarines, die duikboot, die ging... Dat vond ik ook wel mooi, die ging net zo snel als die raceauto's. Ja. Die auto's die reden denk ik zomaar 200 over het ijs heen. En toch ging die duikboot, hield ze toch aardig bij, dat ik denk van nou, ja, gaat die duikboot zo hard? Gaat die 200 kilometer per uur? Hè? Of nee, moet je in mijl stellen natuurlijk. Ja, maar... 7 mijls, maar dan nog hoeveel knopen kan dat ding dan? Nee, kan echt niet. Nee, want als je ook een duikboot hebt, dan is gelijk de Koude Oorlog gestart. Maar zeker, maar juist, dat moet je juist gaan kijken. Dat je denkt, als je zit van, wat is dit nou, man? Dan juist is het spectaculair, want er komen explosies in voor. En ja, dat is verschrikkelijk goed. Ja. Fantastisch. Echt leuk om aan te kijken. 2 uur duurde die. Ja, en wel gewoon goed vermaakt. Ja, iets meer dan 2 uur. En 2 uur gelachen. En ze vlogen voorbij. Ja, want er zit ook veel humor in. Dat vond ik ook wel leuk. Zeker veel leuke dingen. Ja. Hey, maar gaan afronden. Ons wordt ook we gaan afronden, anders wordt het veel te lang. Dus mensen... Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!